Oh, hier trouwens. Oh, perfectie. Perfect. Oh mijn god, wat is dit? Iemand is me voor. Iemand is me voor. Iemand is me voor. Het is zijn weer die stink riders. Oh mijn god, are you kidding me? Yo mensen, mijn naam is Link en welkom weer terug bij een nieuwe ARK aflevering. Zoals ik heb beloofd, heb ik ervoor gezorgd dat mijn wuffetje heel erg ver is. Hij is nog adolescent. Hij moet nog iets minder dan 1%. En dan is hij klaar. Hij moet nog ook even 31 minuutjes moet hij care hebben. Maar als het goed is, gaan we dat niet halen. En hij krijgt 9% per care. Dus hij heeft nu in totaal heeft hij 91 imprinting. Geloof me, dames en heren, jongens en meisjes. Dat kost me echt zoveel tijd. Alsjeblieft, doe even zo'n lekker duimpje omhoog om... doe gewoon even. En doe eventjes lekker abonneren. Ben je nieuw op mijn kanaal? Wil je meer ARK afleveringen zien? Doe dan even abonneren. Het zou zeer hut zijn. Ik heb ook gelezen over movement speed. Dat bij de Classic Flyer mod dat wel bij Wyverns werkt. Maar niet bij de Ice Wyvern. Dat het ook bij Ragnarok. Dat zou best wel kunnen. Ik kan me niet 1, 2, 3 meer herinneren. Maar dat zou best wel kunnen dat dat zo is. Dus helaas kunnen we van deze Wyvern geen movement speed Wyvern maken. Maar we kunnen uiteindelijk, als we verder zijn in de serie, misschien nog een Fire Wyverntje doen. Je weet precies. Je weet zelf. Kan ik je vertellen, heb ik momenteel geen zin in. Want ik heb al voor dit stinkding gezocht. Of niet gezocht, gezorgd. Zo. En dan gaan we eventjes. Hey, PT'tje. Ik ben level omhoog. Hartstikke ziek. Ik ben zelf trouwens ook level omhoog. Laten we het even stoppen in HP. En jij bent 4 leveltjes omhoog. Movement speed. Let's go. We gaan eventjes dat dingetje daar pakken. Maar een Wyvern is natuurlijk gewoon een veel sterker beest dan een PT om mee te vliegen. En ik kan niet wachten totdat er... oh joh, pump en zo. Allemaal blueprintjes. Leuk joh. Ik kan niet wachten tot er zo'n lekkere griffintje in de game zit. Dat zou echt genieten zijn. Sowieso wat we deze aflevering wilden gaan doen was ons voorbereiden op... Oh, hallo PT'tje. Leuk dat je er bent. Ons voorbereiden op de Red Gems. Daarvoor moesten we naar de Aberration, of niet Aberration. Hoe heet dat plekje nou? In ieder geval waar de mollen bij horen, zeg maar. En daar moeten we dus Red Gems van krijgen. En met die Red Gems kunnen we uiteindelijk zo'n Gas Collector maken. Hier, een Gas Collector. Hebben we 20 Red Gems voor nodig. Dus daar gaan we voor zorgen dat we die hebben. Dan komen we hier terug. Dan gaan we die 20 Red Gems gaan we overzetten naar deze Gas Collector. Gas Collector zetten we ergens neer. Dan kan die natuurlijk Gas Collector. In de eerste volgende aflevering kunnen we dat gas. Kunnen we dan zo'n hazard suitje maken. Want daar zijn we eigenlijk voor naar op zoek. Want daar heb je concealed gas balls voor nodig. En that's what we need. En je hebt ook blue gems en zo nodig. Maar die kunnen we als goed gewoon hakken. Dus die gaan we ook alvast halen. Dus we gaan voor de blue gems daar hakken. En we gaan voor de red gems van de mollen. Omdat we die nodig hebben voor de gas collector. Zodat we uiteindelijk dus wel gewoon normale red gems kunnen gaan hakken. En jij doet zo natuurlijk lang. En voor mij zit het nu bij elke aflevering dat ik zeg maar heel veel eieren krijg. Dat zijn namelijk best wel veel. Dus deze gaan we ook lekker allemaal uit laten komen. Als het allemaal niet te vol is. En dan doen we ze gewoon lekker eventjes per 2, denk ik. Kunnen kijken of we lekkere kindjes krijgen. Oké, het is koud. Dan gaan we er even 1 voor 1 oplichten. Oh, ik heb er eentje aan gedaan. Het was al prima. Oké, dan duurt het allemaal nog een minuut. Maar dan heb ik ze gewoon even allemaal dood gaan maken. Want ik heb er in principe 3 vrouwtjes heb ik. En dat zorgt wel voor genoeg eieren. Dus elke aflevering best wel wat eitjes hebben om lekker uit te broeden. Ik denk dat het niet zo heel slecht dingetje is. Hé, adolescent kokotje. Ja. Je bent een prachtbeestje, joh. En wat die PT... Get off my lawn, you freaking frick. Wat? Hoe kan die mis zijn? Hallo, ik schiet toch overduidelijk raak. Dankjewel. Hé, en is Nokkie. Oh, dacht al, dat hoorde ik. Hey, hallo. Hoe gaat hij ermee? Jij bent een... Vrouwtje, ik zeg, jou kunnen we eventjes houden. Dat was level 28. Gadverdamme, wat laag. En daar komen er meer uit. Yeah, yippie, yo. Oké, dan moeten ze allemaal even claimen voordat ze allemaal wegrennen. En dat ik vastzit. God damn it. Oké, euthanasie gun, waar ben je? We have to put them down sometimes. You put the boom. Oh. Jij wordt natuurlijk ook wild. Jij wordt natuurlijk ook wild dat ik dingen doodmaak. Dat vind ik niet chill. Kun je jou eventjes niet oppakken, jammer. We zijn een paar wild aan het doen. Stop met wild doen. Oké, you're a man as well. Get the hell out of here. You're a man, get the hell out of here. Jij bent een mannetje, ga weg. Jij bent een vrouwtje. En jij bent ook een vrouwtje. Oké, 2 vrouwtjes. Allemaal van level 28. Ik denk op zich deze 2 laatste vrouwtjes zijn. Die ik hier nog bij wil gaan zetten. En daarna wil ik gewoon stoppen met meer allesorius erin gooien. Want dan krijg ik wel genoeg eieren, denk ik. Zo, dan mag je lekker daar staan. Mag je zelf groot worden. Dan mag jij ook lekker weer dood. Helemaal toppie. Dan pakken we deze eitjes er ook even uit. En ik weet uit mijn hoofd dat deze ook echt ontiegelijk lang gaat duren. Want uiteindelijk groot is geworden. Dus daar heb ik totaal geen zin in. Gozer, hoe ver ben je? Je bent nog steeds op 8 en... Hoe lang duurt dat dan niet? Godverdomme! Want misschien is de procenten wel aan het wachten dat die wordt ingehaald of zo. Met wanneer die care nodig heeft. Ik hoor er al een paar uitkomen. Hallo. Go dead. Thank you. Oh, shit. Ze komen allemaal tegelijkertijd uit. Oh, dit is een drama. Oh, ze zijn al bang. Ze zijn bang for some reason. Stop! Nee, ze zien dode baby's. They know what's up. They know what's gonna happen. Oh, no.
They know what fate awaits them. Deze die hier allemaal zijn, die kunnen toch even neer. Doei, 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 doei. Zo, dat is lekker een lekker aantaltje. Zie ik hier nog een paar lopen, die mogen ook allemaal neer. En gelukkig hebben ze nog een grote voetstap, dat kan ik gewoon makkelijk horen waar ze zijn. Dit is denk ik de laatste die ontsnapt is. Doei. Ah, I was wrong. Er zijn hier nog twee. God damn it, je stinkende stinkies. Go dead. Oh, hij is 0,1% omhoog. Yay! Oké, ik denk dat ik eventjes 20 minuutjes moet gaan wachten. En dan zijn we klaar om dit ding te gebruiken. Oh, ik heb het gevoel dat deze beesten doodgaan van honger. Yep, die gaan dood van honger. Het spijt me. Oeps. Oh, shit. Oh, fuck. Ik had vergeten de eten in te gooien. Well, whoopsie daisy. Ja, ik kan ook in de tribeblog zien. De baby hadden zo starve to death en starve to death. En al die andere melk die ik erin heb gegooid. Oh my god. Maar hij zit nog steeds vast op die 1%. Waarom duurt dat zo lang? Nou, want over 6 seconden moet hij care hebben. Ik heb geen idee. Misschien is het dan ineens gemutated of zo. De laatste 0,7%. Wat heb je nodig? River milk. Gelukkig heb ik nog een beetje in de koelkast liggen. Maar echt niet heel veel meer. Oh, ik heb nog letterlijk nog 2. Nice. Heel erg chill. Makketje. En you will be happy dat ik nog eventjes even ben wezen halen. Hoppakee, hij is 100% imprinted. Hij is 100% imprinted, joh. Gozer, je durft normaal. Nou, die laatste die ik in mijn inventory heb, die spoilt in hoeveel... Hij spoilt echt bijna. Weet je wat ik nou zelf op ga drinken? Wat als ik hem nou zelf op ga drinken? Ik ga even een slokkie. Oh, wat lekker, joh. Ik heb een buff. Well protected against cold temperatures and immune to constructing certain lesser diseases. Oh, het geeft wel echt nog best wel een buff ook. Oké. Trouwens, hoeveel levels ben ik erbij? Met 2 leveltjes erbij van al mijn dino's killen. Oké. Een level 72 geworden. Dat is lekker. We kunnen tech bridges maken. Yay! Nou, ik hoef jou in ieder geval geen care meer te geven. So I guess dat je... Wat ben je allemaal aan het doen? Wat ben je allemaal aan het lopen? Doe normaal! Wat ben je aan het doen? Why are you huppeling? He's so happy. Look at my wiffin. He's so happy. Look at him being happy, chat. Look at him. He's so happy. Look at him. Look at him being happy. He's so happy, little boy. Hij wordt bijna een groot jongen. Ik ga niet water in. Oh, you fucking no. No, no, no. Hier, kom. Kom hier. Kom hier. Je bent te veel. Oké, ben je klaar? Ben je klaar met hupsen? Ik ben echt bang om hem alleen te laten. Just saying. Weet je wat? Ik ga gewoon wachten tot hij 100% is. Ik vertrouw het gewoon niet. Ik gooi hem ook gewoon in mijn huis. Voordat ik weg ga hoppen. Hier. Go inside here. We're waiting until you are 100%. Nou ja, dat duurt wel heel lang. Maar goed, ik wil er wel uit. Ik wil er zeg maar wel uit mijn huis. Als ik jou hier achterlaat. En dat is denk ik niet mogelijk. Oké, dan gaan we je wel buiten laten. Oké, go. En je blijft hier, oké? Stop. Stop, stop. Waarom is hij zo wild? Waarom is hij zo wild? I don't get it. He's so happy, but he's not. Oké, hij blijft daar. Oké, hij blijft daar. Misschien door deze dode lijken dat hij denkt... No, nee. En ja, ik weet het. De lijken zijn altijd dood, oké? Shut up. Nou, gaan we even alles eventjes uithakken zo. Dankjewel. Nou, jij bent nog 0,6%. Het gaat vast wel goed met je komen. Goed, we gaan er vandoor. Weet ik nog waar het is? Voor mij wel. En het was volgens mij niet bij deze. Het was die andere kant op. God damn it. I'm going the wrong way. Het was, als het goed is, deze kant op. Ja, het was deze kant op. Als het goed is, was het daar naar binnen. Ja. We found it. Kijkertjes, kotertjes. We found it. Zo, dan gaan we hier naar binnen. And then we are in paradise, baby. Zoek naar die ranties. Oké, rol ranties. We hebben dit aan. Ja, ik zie er al eentje, hoor. En nou hopen dat die onder de grond gaat en die dingen gaat poepen. Oké, laten we eventjes ervoor zorgen dat de gamma 4 gooien. Dat we wat kunnen zien. Dankjewel. Hij heeft trouwens al gedropt. Maar dat zijn blue gems. Niet wat we nodig hebben. Want ik weet nog, als je ze oppakt, dan wordt hij boos. Zo'n quantity van 17. Dat is wel lekker. Maar dat is niet wat we nodig hebben. Now you doing, light die bompje. Level 130. Gozertje. Hey, naakte molrat. Gozertje. Oh, hij gaat onder de grond. Nice. Dat ziet er heel smooth uit. En hij komt ineens weer naar boven. Nou. Hey, zullen we jou eventjes lekker een mushroompje geven? Lekker, joh. Hey, waar zijn mijn gems? You bitch, please. Where are my gems? You traitor. Ik moest mijn gems hebben. Ik kan mijn bulpje weer feeden. I want to feed you. Yeah. Die heb ik ook weer nodig tegen de nameless. Ik weet niet of een nameless er zijn. Die heb ik nog niet tegengekomen. En de Reaper Queens. Oh my god, yes. Hey, we hebben een bulpje. Bumpy. Ik noem hem Bumpy. Bumpy is een leuke naam. Hey, get the hell out of here, jij. Anders ga ik weer een schildpaddenfarm maken. Kom maar mee. Oh, hij gaat nog één keer aan de grond. Als hij nu geen gems dropt, dan ben ik hier weg. Even kijken. Heb je wat? Je hoeft meteen met Bulbdog om dit in mijn scherm. Nice. Ik heb er al lang getemd, joh. En, oh, ik kon wat oppakken. Pick up. Oh, en dat is de andere. It's the green one. We don't know want the green one. Weet je, op zich pak ik al de groene, want dan heb ik minstens iets. En nou is mad. Zie jij? Ho's mad. Oh, wacht, daar heb ik een knopje voor. Ho's mad. Dat is leuk. We need more moles. Over groene kristallen gesproken.
We found where we can get them. Zijn dit nou weer voor dingetjes? Het is gewoon echt een, zo'n raar eilandje, joh. Dat is leuk. Of van die mini-eilandjes die aan een stok zitten. Daar kan je echt leuk je baas op maken, joh. Hier heb ik gewoon een beer, zie ik. En nog een Monty. Die zag ik er nou? Oh, ik dacht even dat het een red gem was. Maar dat was een cirkeltje van dingen waren van die bijen. Wat level ben jij? Ik heb ook wel best wel zo'n direbeer hebben. Die zijn best wel sterk. Maar dat is wel 90. Dus dat kan allemaal wel beter. Okay, hoeveel red gems hadden we überhaupt nodig? Kijk, 20 nodig. Dit is een tech desk collector. Maar daar heb je ook 20 gems voor nodig. Hij valt naar beneden, hè? Hey, what a fucking idiot. Wat ben je aan het doen? Stop! Stop! Oké, okay, dit zag ik, zeg maar. Oké, okay, we zien hier trouwens wel een loetje. Dus die wil ik graag even pakken. Gimme my loot, baby. Hey, een parasaurus zadeltje. Wat fijn, joh. Oh, hij is wel naar beneden geweest. En hij... Oh, waarom zijn er niet de gems die ik wil? Nou, op zich, weet je. Die kunnen we ook even gebruiken. We hebben ze uiteindelijk toch nodig. In ieder geval de blauwe hebben we nodig. Dus als ik minder hoef te hakken, dan is dat alleen maar makkelijk meegenomen. Oh, ik zie al die stinkkrabben. Oh, I remember those. I remember those. Die are so very naar. Kijk, zoals een anglervisje hier. Oh, die kun je helemaal makkelijk temmen inderdaad, ja. Anglerfish zijn wel handig om dingen te gaan verzamelen. Van die parels. Maar ik zie hier, kijk eens aan wat ik hier zie. Een guest collector. Good to know they are here. In ieder geval zo'n guest dingetje. Niet per se een collector, maar daar kan ik ze wel op gooien. Dus ze zijn er wel. Oh, wat is dit hier? Hallo? It's a red portal. It's a blue portal. Ooh, that looks cool. But where is the green portal? We do not know. Hier ook allemaal collectetjes, maar hier... Dan zie ik een lekker dompie. Oh, nice. Glowstickies. Heel fijn. We hebben totaal niks aan, maar wat we wel wat aan hebben, is dit mooie broekie. Maar nee, we hebben trouwens niks aan, want we hebben wel een betere. En hier nog meer drop. Weet je, ik heb wel trek in een droppie. Zit hierin nog meer glowstickies. God damn it. Over groen portaal gesproken. I think I found him right there. Vet. Normaal gesproken hier in dit gebied zijn we nooit vliegen. Dus dat is wel echt cool dat je dat nu wel kan. Dan was ik alleen maar rocktricks hakt om iets mee te doen. Now we can just fly. Bij de rond hier, want die bij level 100. Goudetje, geef me van die lekkere dingetje, heel. Hij heeft trouwens wel blauwe gems al gedropt. Ja, maar dat willen we niet. We want them red ones. Veel in de grond geweest. Zijn nu wel rode. Ik zie groene liggen. That's not red. En blauwe. Gast, geef me er gewoon 20, dan ben ik weg. Gozertje. Wat is dit nou? Hoeveel zijn het er? 18! Are you kidding me? Dat zijn er 2 te weinig. Maar goed, we hebben er 18. Dus dat is heel goed. Nog maar 2 te gaan. Nou is die boos op mij, dus dan moet ik eventjes een nieuwe gaan vinden. Hey makkertje. Ik zie dat jij iets blauws hebt gedropt. Dan blijf ik eventjes bij jou tot je een rode erop. En wat heeft hij gedropt? Alleen maar blauwe en groene. Dat is niet wat ik wil. Je bent down under again. En ik zie wat rood. Ja hoor. Ook alleen maar rood. Hoeveel zijn het er? Zijn er nu 11? Hey, dat is prima. Hey, dankjewel gozertje. Je wordt gewaardeerd, joh. Thank you very nice. And now we go home. En ben je al een... Are you kidding me? Je bent 99,7. Dit gaat zo lang. Dit gaat echt heel langzaam. Hij doet echt over de laatste procent. Doet hij echt extra extreem lang over. En dat vind ik gewoon hartstikke jammer. But we got news. Hey, we hebben trouwens een nieuwe makkertje. Hey, makkertje, makkertje, makkertje. Ben jij leuk? Ja, 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 ja. Ik ga trouwens even een hitchik pole gooien. Dan krijgen we levels erbij. Even kijken. Hitch, do you know? Bulpy the Bulb Dog. Zo, en dan Behavior Enable 100. Geniet ervan, makkertje. Kunnen wij nu een gas collectetje gaan maken? Oh, je Aberration heet het, hè? Extinction, maar dan heb je Aberration. Dat was hem ook weer. 75 metal nodig. Dan hebben we crystals. Verder hebben we ook al cementic paste. 60 denk ik niet. Maar dat kunnen we wel gewoon craften. Hier hebben we gewoon een metal. Super chill. Zo, dat is chill. De overige 49 worden ook nog gemaakt. Daar heb ik er 60. Oké, 40 kristallen en 75 metal. Ook dat hier alvast allemaal in. Ik zie dat ik ook al lekker bezig ben met kogeltjes maken, joh. Ik moet natuurlijk alleen maar darts van maken. Dus ik hoop dat ik ook wel narcotic ergens heb liggen. Nee, blijkbaar niet. Jawel, oh, ik heb dat wel liggen. Alleen dat kan niet gepoeld worden omdat dat bezig was. Kunnen we er ook weer 32 van maken. Is ook wel lekker. Dan houden we dat een beetje hoog. Dan kan deze wel eventjes weer terug. En even wachten op de cementic paste. En de laatste wordt gecraft. En dank u wel. Gaan we naar een gas collector hier zo. Wat? Waarom zegt hij dat ik mijn 11 heb? Hallo bitch, ben je blind? Oh, omdat ik net van die dart heb gemaakt. Ah, ik was er al een beetje van in de war. Nou, de rest kunnen we wel poelen. Dat is geen enkel probleem. Een gas collector has been get it, baby. Dan moeten we eventjes een goede plek vinden waar we hem eventjes neer kunnen pompen. En dan kan dat ding lekker gaan pompen. Hehe. En dan moeten we op zoek gaan naar de blauwe crystals. Want die moeten we ook nog best wel verzamelen. Als we een hazard zoetje willen. Want daar hebben we er hoeveel van nodig? Even bij elkaar optellen. Dat is 30, 50. Dat is 75. 83 hebben we van nodig. Dat is niet heel veel. Dat is allesbehalve heel veel. Oké. We go back. Zo, spikeless zetten we weer aan. Because we are very scared of everything there is inside of here. Oké, dan moeten we dus een beetje op zoek gaan naar zo'n plekje. Op zich, eigenlijk hebben we dan wel zo'n
lichtpolpie nodig als er nameless er komen. Als er nameless er komen, ja, kunnen net zoals een hertje temmen als die er zijn. Je hebt, hier geen map van. Ze hebben een normale map is gewoon dit, zeg maar. Overworld, dus je kan niet makkelijk naar toe of zo. Ik weet wel waar de red zone is. Sta ik ook elke keer wel weer heen. Oh, hier trouwens. Oh, perfectie. Perfect. Oh mijn god, wat is dit? Iemand is me voor. Iemand is me voor. Iemand is me voor. Het is zijn weer die stink riders. Oh mijn god, are you kidding me? Are you shitting me? Are you actually shitting me? Oké, hier kan ik dus een dingetje plaatsen. Gelukkig kan de mijne dan lekker hier. Dan kan hij hier lekker gaan collecten. En ik hoop dat hij een beetje stackt, zeg maar. Net als vroeger. Dat hij niet maar 24 van één zo'n ding krijgt. Ik wil dat ding zo gaan slopen, joh. Ik kan dat ding kapot hakken. Can I break him? I cannot break him. Kan je hem kapot maken? I'm literally starting a war right now. Maar dat kan ik niet. Offline damage prevented. Oh. Wacht maar tot jullie online zijn. Wacht maar. Nou, dat ding is in ieder geval geplaatst. Die gaat vanzelf wel eventjes erbij krijgen. Nu is de vraag hoe we aan Blue Crystals gaan komen. Ik zie daar nog iets. Nee, dat is een beer. Hier heb ik nog één molrat. Die zei, ben ik al een paar keer eerder bij geweest. We kunnen even bij hun gaan wachten voor die Blue Crystals. Kan ook alweer lang duren. Oh, trouwens, hij heeft al lang gedropt. Kom eens hier. Hoeveel zijn het er? Ik heb geen idee, ik heb het al gepakt. En I'm out. Hoeveel zijn het er? Het zijn er 11. Ja, weet je. Moet je dat echt 9 keer doen of zo? Daar heb ik echt geen zin in. Ik zie daar wat trouwens tag. En dat tag daar is een beetje blauwig. En we moeten naar het blauwe gebied. Dus maybe we go there. Oh, dat is dat van dat blauwe. En oh shit. Hier zitten ook 3 van die gas dingetjes wel. Super chill. Maar ik denk niet dat ik er zoveel nodig heb. Meestal moet ik altijd het water volgen om bij het blauwe gebied te komen. Al het water ging altijd wel heen. Dus misschien moet ik dat weer doen. Dit lijkt me wel het slimste om te doen. Nou, dan gaan we hoor. Door de swamp heen. Let's go. Wat had het groene gebied. Dan heb je het blauwe gebied en dan heb je het rode gebied. Maar wij hebben zeg maar vanaf het groene gebied al meteen het rode gebied gehad. En dat is niet heel erg fijn. Ik wil zeggen, er is akelig veel water. En het stopt hier. God damn it. En dan heb je zo'n stink. Fuck shit. Nou, de methode van vroeger, die werkt blijkbaar niet. Dan pakken we maar van lekker een paars droppie ondertussen. En wat zit hier in? Ah, als nou blauwe waren, was ik blij geweest. Maar dit is een beetje jammer. Maar bruh, waar moet ik heen? Lijkt alsof het een soort rondje om dat ding is daar. Ik heb wel hologram dingen tegen. Ben ik weer bij deze, joh. Waarom wil ik hier zijn? Ik ben hier echt gedisoriënteerd. Ik weet legit niet waar ik heen moet. Wat? Huh? Ineens? Wat? Hallo? Ik was gewoon aan het vliegen en ik ging dood? Ouwe, I'm so done with this game. Wat gebeurde er? Bro, I'm so done. Ik heb geen idee wat hier gaande is. Ik ben instant gewoon dood. Wat kut. En mijn coco is ook gewoon dood. Are you kidding me? Are you actually kidding me? Nou, in ieder geval, jij bent wel groot geworden. Daar ben ik heel blij mee, maar oh my god. Oh my god. Ik ben echt fucking boos nu. Ik dacht dat ik zo'n wyvernsteen was ergens of zo. Maar gaat het met dat 73? Wat is hier gaande? Oké, alleen geleerde dingen. Top. Ja, een wyvernsteen. 5 metal en 20. Oh, god damn it. Dat maak ik later, ik heb daar nu geen zin in. Oké, we gaan even kijken. Dat mijn makketje een beetje redelijk snel is. Nou, oh, kan er wel mee door. Met deze. Een lekkere breath. Lekker. Kijken hoeveel damage die doet op zo'n lekker PT. 365. Dat is prima. En op deze makketje is ook lekker 365. Die killt hij lekker. En jij stegeltje laten we jou even bevriezen. Dat doet ook lekkere sikke damage. En hij is dood. Ja, dan gaan we. Hij doet prima damage. Gaan we wel meer stamina krijgen. Dat is one thing dat we zeker weten. En we kunnen. Nee, we kunnen niet in movement speed. Dat is ook helemaal duidelijk. We krijgen ook heel veel electronics van die dingen. Kinderen. Oh, dat is nice. Hoeveel hebben we er nu al? 54. Die dingen zijn best wel prijzig om te maken. Oh, dan komt de trike op ons af. En hoeveel? 42 damage. Om tegen ons aan te rammen. Dekken gedaan, pik. Maar deze makjes ook even allemaal killen. Hey, gozertjes. Hoe gaat het allemaal, joh? Ik wil even een lekker vleesje hebben hier. En hide. En als we eraan zou fijn zijn. Thanks. Ja, stamina is echt een probleem. Deze echt volledige pomp op stamina. Gewoon bijna niks anders gaan levelen. Gewoon bijna puur alleen maar stamina. En daarvoor ga je wel eerst even aan de hitching post. Even kijken. Even bijdraaien. Zo. En dan doen we even hitch Dino. En jou. En dan ben je gehitst. En dan even behavior enable wandering. Maar de headscreen moet ik ook nog bij het midden zetten. Maar als ik mijn headscreen in het midden zet, dan pakt hij mijn eieren niet meer. Dus daar heb ik helemaal geen zin in. Ga ik binnenkort wel even in het midden zetten als ik klaar ben met deze praktijk hier. Dus dat komt helemaal goed, Jones. Ga ik zeker weten doen. Maar voor nu, ik ben al helemaal klaar mee. Omdat ik out of nowhere gewoon dood ben gegaan. Omdat ik gewoon aan het vliegen was. Dus thanks, Ark, daarvoor. Dus de reden waarom deze aflevering wat lekker kort is, is puur de Ark. Ondanks dat hoop ik dat je wel een beetje hebt genoten van deze video. Zo ja, dat is een lekker duimpje omhoog. Vergeet vooral niet hier naast mijn twee leuke video's aan te klikken. Waarin ik niet zomaar dood ga. En dan zeg ik nog maar één. En dat is later. Later.